Stel nou dat je iemand coacht als man. En het is een vrouw en je ontdekt, er zit seksueel misbruik in haar verleden. En het is een man geweest. Kan ik dan door als mannelijke coach? Moet ik daar iets in doen? Wat zou dat betekenen? Ja, dat is ingewikkeld, hè? Ik Ja. ken hem andersom ook. Ook mannen die seksueel misbruik hebben ervaren, waar ik mee werk. Het is altijd een ingewikkelde vraag die je ook als coach vaak kan voelen in je lijf. En dat is een goed teken. Het teken van dat je daarbij stilstaat en voelt van, hey, is dit een thema? Kan ik als begeleider, omdat ik van het andere geslacht ben, met jou werken met dit thema? Als die vraag opkomt, is dat eigenlijk een goed teken van bewustzijn. Dat je daarbij stilstaat, dat je probeert je daarin in te leven. En dat je het soms ook echt thematiseert. Hoe is het voor jou als wij samenwerken? Is het voor jou veilig? Is dat oké? Okay? Of is het hier adequater om samen met je te kijken bij welke vrouwelijke, of in mijn geval bij welke mannelijke begeleider je terecht kan? Wat mijn ervaring is, is dat beide voorkomt. Soms is het vertrouwen wat al opgebouwd is in jou zo diep, dat juist in het contact met jou iemand met dit thema tevoorschijn durft te komen. En omgekeerd ook. Wij krijgen, nu we zo intensief met dit thema werken met vrouwen, krijgen we heel regelmatig de vraag: gaan jullie ook groepen voor mannen beginnen? Of de vraag: wil je ook met mij werken? Door een man. Dus het gaat veel meer volgens mij over die laag of mensen aanvoelen dat je echt met dit thema kan werken en dat je echt veilig bent, dan over die vraag: ben jij een man of een vrouw? Ja. Is mijn indruk ervan. Ja, dus het gaat niet zozeer over van ik ben hetzelfde geslacht als de dame, maar het gaat over mij als coach van kan ik hier instappen en kan Ja. ik de stevigheid of kan ik de Ja. veiligheid bieden? Waarbij het ook nog steeds zo is. Dat als je beschadigd bent als man of als je beschadigd bent als vrouw, kan het soms werkelijk veiliger en weldadiger zijn om ook een tijdje je eigen intieme binnenwereld te verkennen met een andere vrouw of een andere man in het geval van een man. Dus een mannelijke coach zoeken als man, een vrouwelijke coach zoeken als vrouw, kan soms weer een extra verdieping aan het proces geven. Ja, ik wil daar eigenlijk nog aan toevoegen dat wij veel mensen binnenkrijgen met deze vragen die ergens in het proces zeggen: eigenlijk ben ik altijd op zoek geweest naar op deze laag komen. En het is eigenlijk een misverstand dat mensen er altijd bij weg hebben gewild. Er zijn heel veel mensen al lange tijd op zoek naar: ik weet wat er met mij is gebeurd en ik wil mezelf helen op die diepe laag. Maar dan bij coaches of therapeuten komen waarvan zij alle minuut dat ze binnenkomen aanvoelen: jij kan niet met mij naar die laag toe. Je hebt zelf geen weet van die laag. Of die aanvoelen als ze wel met dat thema komen, of zelfs ook zulke reacties krijgen: je bent daar zelf bang voor. Met jou kan ik dit niet verkennen. En dan gaat het zowel over de diepte als het thema seksualiteit. Ja. Exact. Ja. Dus je moet er als coach klaar voor zijn en Ja. dan is het geen issue. Dankjewel. Ik heb het wel eens meegemaakt, een vrouw inderdaad misbruikt door een man. En die zei, ik stelde ook die vraag en zij zei expliciet, ja, ik wil het juist met jou omdat jij een man bent. En dan kan ik bij jou ervaren als een man dat ik dit thema aan kan. Dus het was een extra dimensie om dat stuk te pakken. Het ene seksueel misbruik is het andere niet. Ja. Het is natuurlijk weer een zo'n hele groot verzamelbegrip. Maar er zijn zo ongelooflijk veel variaties, nuances. Op welke leeftijd is het gebeurd? Met wie is het gebeurd? In welke context is het gebeurd? Was het iemand die je kende? Was het iemand die je nog niet kende? Nou ja, er zijn eigenlijk zo verschrikkelijk veel variaties. En seksueel misbruik is niet alleen de grensoverschrijding van het actieve seksuele geweld. Seksueel misbruik is ook als jij als man of vrouw niet jouw mannelijke of vrouwelijke seksualiteit zelf hebt mogen verkennen, zelf hebt mogen gaan leven en zelf hebt mogen ontwikkelen. Misbruik is ook als bijvoorbeeld moeders hun jongens niet op kunnen laten groeien als man.
Omdat dat voor hun bedreigend is. Dat is ook seksueel misbruik, maar van een heel andere categorie. Dus als een moeder seksueel misbruikt is door een man en bijvoorbeeld scheidt en een zoon heeft, dan is er een risico dat er iets gebeurt met die zoon, dat die niet op kan groeien? Daar kunnen dynamieken ontstaan waarin impliciet, of misschien ook expliciet, de boodschap van het lijf van de moeder, van de blik van de moeder, van hoe zij reageert op kleine dingetjes die horen in het leven van de ontwikkeling van jonger naar man. Mm-hmm. Hè? Eigenlijk voortdurend afkeur of gevaar hebben uitgezonden. Ja. Dan moet je voorstellen, als je opgroeit als man en je leest in de ogen van je moeder niet trots en niet blijdschap over hoe je bezig bent man te worden, maar eigenlijk steeds de boodschap, jij bent van de gevaarlijke soort. Dat is niet goed. Dat is niet goed voor jouw ontwikkeling als seksualiteit. Dan kun je nooit je mannelijkheid pakken als jongen dan. Ja.